Hallo Big Legion en welkom bij een update video over Blob of Blob from Space. Jullie hebben de vorige video feedback gegeven. En ik zelf ook, waaronder dat ik graag fullscreen wou zien. En het is nu fullscreen en gewoon breedbeeld. En de YOLO mode zit erin, wat iemand had genoemd. En er zitten wel meer dingen in. Het ziet er grafisch wat beter uit. Het menu ziet er wat anders uit. Dus er is aardig wat gebeurd in de tussentijd. Vandaar deze update video. Jos vroeg aan mij of ik een soort update video over wil maken. Dus bij deze kun je zien hoe het er nu uitziet en hoe het nu speelt. Bij de opties zit er nou ook in. Dan heb je fullscreen en mute music. We gaan nu even music mute omdat het handig is. Splitscreen werkt nog niet. Het zit er nog niet in. Cheats heb je. En ja, dit is gewoon leuk vormgegeven in principe. Het is wat anders dan gewoon een simpel menutje of gewoon een balkje waar je wat in moet typen. Het ziet er gewoon wat leuker uit. Dat is een beetje het gevoel dat je echt een cheater bent. En weet je, ik weet niet. Het heeft gewoon een leuker gevoel erbij. Dan hebben we YOLO mode. Daar zal ik even mee beginnen. YOLO mode zit je in het vliegding. En hoe het precies werkt weet ik eigenlijk nog niet. Ik ben er nog niet helemaal achter gekomen. Want we kunnen dit. Maar ik weet niet of wij ook kunnen. Oké, ik kan niet naar links en naar rechts en dat niks. Dus ik weet niet precies hoe dat zit. Om eerlijk te zijn, kan zijn dat het nog work in progress is, dat hij hier nog mee bezig is om YOLO mode, zeg maar. Anders van, ik denk het wel, want je kunt aardig wat punten hier verdienen. In korte tijd, zeg maar, puur voor mijn huis komen, even de muntjes te testen ofzo, of de counter, of... Ik weet niet precies, oeh, fuck. Wat hier bedoel je, maar ik kan niet naar links vliegen, hij vliegt automatisch naar rechts toe. Dus dat is een beetje, niet lief. Maar we gaan even terug, we gaan gewoon naar de stad toe. YOLO mode weet ik dus nog niet precies, maar het is in ieder geval You Only Live Once en dan met een lul. En zoals je ziet, het ziet er iets anders uit. Er is nou nog een beetje blauwe gloed over. Maar het poppetje, de blob zelf, ziet er wat anders uit. En vooral als we gaan transformen. En dat ziet er wel nice uit, vind ik. Maar dat zal ik zo laten zien. We gaan eerst even een muntje halen. Nou, dit is allemaal in principe nog hetzelfde stijl van tutorial, wat ik persoonlijk een fijne stijl vind wel. Je kunt gewoon spelen, maar het wordt gewoon uitgelegd. Hey, zo ziet dit eruit en zo ziet dat eruit. En als we gaan transformen, moet je nou even blob letten als dat werkt. Nee, maar dan moet ik hierop staan. Zo. Zoals je ziet, hij verandert echt. Hij transformeert echt in iets. En dat vind ik wel heel nice. Dat ziet er gewoon leuk uit. Het is een mooie animatie. Echt netjes gedaan. Dus nou gaan we even muntjes ophalen. Ik ben niet goed in vliegen. Zoals je wel wist, denk ik. What the fuck? What the fuck? Superpowers. We gaan even daarna kijken. Dan kunnen we hiermee lopen. Want je kunt dus de enemy worden. Wat een leuke game feature is, vind ik. Om zo verder te komen en meer muntjes te verzamelen. Oh, pizza. La 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 la. Fuck vliegen even. Ik wil wel dat muntje hebben daar, maar wedden dat ik dan weer dood ga. Ik ken mij met vliegen. Kijk, dat zeg ik. Volgens mij is dat een trollmuntje. Volgens mij kun je er niet eens bij komen. Want, je kunt er wel overheen springen, maar je kunt er niet overheen vliegen. Dat is het probleem. Oh, even terug naar rechts. Maar dit is gewoon een beetje een korte update video om je te laten zien hoe en wat... er nu uitziet. Waarom kan ik nou niet met... Ik had transformen. Transform. Oh, sad face. Oh, crap. En je hebt trouwens een death counter links onderin. Dat was al opgevallen, hoop ik. Denk ik. Maar er zit dus nu een death counter in. En ze nu zijn te 3. En zo gaat dat omhoog. Hè. Dat is de bedoeling van een counter. En die moet je proberen natuurlijk op 0 te houden. Dat zou wel fijn zijn. Dat zou heel fijn zijn. Ah, for fuck's sake. Dat is al 4. Nou, we gaan gewoon even door naar verder. Jesus Christ. Verder, dank u. We gaan gewoon even fuck de muntjes. We gaan gewoon door. Ah, let's try flying. Dit was... Als ik dit niet kan halen, dan moet ik dus de cheat tutorial gebruiken. Dat... Vliegen gaat al wel wat beter. Op zich. De vorige keer vond ik het niet zo heel fijn. Maar ik vind het nu wel goed. Ah, dat ding vliegt nu lager. What the fuck? Vandaar dat ik hem net niet kon klonen. En nu wel.
Oké. Womp 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 womp. Ik vlieg gewoon even door. En hier kun je dus wel op. Trouwens, ik zei dat het niet kon, dat het een trollding is. Maar dat is het niet. Kijk, je kunt er wel op, maar dan moet je zo overheen springen. Maar voor het vliegen, je denkt, oh, ik kan er zo doorheen vliegen. Maar dat kan dus niet. Dus dat... Ah, aan de ene kant is het een beetje een troll. En dat vind ik wel leuk. Het heeft wel iets. Ah, oh, kutzooi. Je hoorde me waarschijnlijk echt gigantisch hard klikken op mijn toetsenbord. Dat had die reden. Wee. Jump, jump. Puntje, oh, for fuck's sakes. Is het nou zo moeilijk om dit tutorial te halen? Nee, niet echt. Ik ben gewoon heel slecht in platformgames. En nu wil ik het echt rushen weer. En als ik ga rushen, gaat het in games als platformgames altijd mis. In shooters af en toe. Vooral op een moeilijke difficulty. Mijn platform games en ik rushen, dat is echt een ramp. Ik ben nu al 12 keer doodgaan. Zo kun je zien, de counter die werkt goed. Die houdt het heel goed bij. Of for fuck's sakes. Sad fish. Weer dat je bij de vlieger misging. Waar? Move, bitch. Get out the way. Oh nee. 14. Yay, we gaan voor de 18. Ah, we zijn op weg voor de 18. Anders typ ik gewoon even de cheat in. Tutorial. Zodat we in ieder geval naar de volgende level kunnen. Kunnen we ook gelijk de cheats uit testen. Oké, we maken er 18 van en ik test de tutorial wel uit. Ah, ik denk misschien zit er iets in dat als je gelijk begint met springen. Op deze manier dat je gewoon automatisch boven komt zonder enig probleem. Dat zou leuk zijn, maar ja. Sad face. Het enige probleem is, en dat vind ik persoonlijk nog wel eens, ik kan nou niet escapen. Dus wat ik moet doen is de hele game afsluiten, om vervolgens bij cheat tutorial in te typen. Dus ik ben er zo weer. Alright, we gaan naar cheats toe. En dan is het tutorial. En we zijn voorbij de tutorial. Yay! Ben ik nu blij? We zijn voorbij de tutorial. Zoals je ziet zijn de levels iets aangepast. Om iets meer ook gebruik te maken van de clone idee, etcetera, etcetera. Help. Maar je moet natuurlijk de features wel kunnen gebruiken op zich. Die een key element in je game zijn, om het zo heel duur te zeggen. Moet je ze natuurlijk ook wel een beetje gebruiken. Oh, for fuck's sake. Nee, ik wou een vliegling worden, dank u. Wee. Womp. En ik ga even hier naar binnen. Dan gaan we gewoon. Dat moet ik doen. We hebben iets gevonden, ik weet alleen niet wat het is. Dat zijn punten, dat was een groot muntje. En daar gingen we dood. Iets te hard neerstotten. Nee, sneller. Dank u. Bam, 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 bam. Bam. Hierboven zit ook een groot... Maar dan ook een heel groot muntje. En je moet zo met het verkeer meegaan. Dat is het idee. Dus nu moeten we wachten. En nu moeten we droppen en al snel meegaan. Kijk, ik snap wel wat het idee is en wat ik moet doen, maar ik doe het gewoon meestal altijd fout. Dat is het probleem. Wee. Nou wil ik die dingen nog even meenemen. We gaan het goed proberen te doen, hoor. Oh, nee, ik wou hier niet naar boven, dank u. Nala! Move! Ah, dan moeten we hier even wachten. Ga met die banaan, ga met die banaan. Oh. Oh, damn. Mijn timing. God damn it. Gaan we gewoon wel even door. Jump, 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 jump. Da 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 da. Oké, we gaan gewoon badass doen, over hem heen springen.
Nu moeten wij alleen hier nog heen, dus dat doen we dan. En daar is een enemy. Oh, for fuck. Yo, serious, ik raak weer spikes hoor. Ik en spikes, het is toch gewoon niet dat jullie doven. Oké, we zijn er. Doorlopen. Er zijn aardig wat enemies hier. Dat is gezellig. Hallo enemies. Ik ren er gewoon voorbij alles en ik wil door naar de teleporter. Hop, en we zitten in het tweede level, of derde level in principe, als je de tutorial meetelt als een level zijnde. En deze muntje en de teleporter is daar ook trouwens. Deze is nog niet zo heel moeilijk volgens mij. Tenminste, als je het snel wil doen, is deze niet moeilijk. Want dan pak je gewoon dit en dan ga je naar beneden. Hop. Dan doe je dat op deze manier. Bam. En dan zijn we bij de credits. Voor zover nu is natuurlijk. Zijn nog bezig met de levels. En met alles zijn ze nog bezig. Dan heb je tenminste een beetje een update van hoe en wat er allemaal al gedaan is. Het enige wat ik dus persoonlijk nog vind, is even een minuutje. Als je gewoon in de game zelf zit. Want zoals net, ik moest hem echt gewoon afsluiten met Ctrl-Delete. Want Escape werkt niet, Q werkt niet. De normale toetsen, zeg maar voor zoiets, die werken niet. Dus dat is het enige van mijn kant af wat ik persoonlijk niet zo handig vind, zeg maar, op het moment nog. Dus dat is iets wat ik er graag in zie. Maar voor de rest is het natuurlijk, het werkt een stuk beter, het vliegen werkt beter. Het ziet er mooier uit, het menu is wat beter, er zitten meer opties in. En van alles en nog wat. Dus het is zeker op de goede weg. Als jullie nog suggesties hebben, en eigenlijk zet het natuurlijk in de comments van wat je nu hebt gezien. Dat je denkt van, hé, dat is nog wel leuk, of dat en dat. Denk daaraan, of weet ik veel wat. Dus als je nog iets leuks hebt, zet het in de comments. En dan zie ik jullie weer in een andere video. Laters.